crying. Like, man up. That's a woman's role. That's not a man's role. C'est garçon ou rien. All right? N'importe madame, c'est pour tendre qui ça ou même cap dio. Lavamos, planchamos, cocinamos, limpiamos. Spreading my seed, that's what being a man's supposed to be. You can't let your woman punk you like that in the streets. ¿Qué tú estás haciendo ahí cambiándole lo pampa al muchacho? ¿Tú estás loco, muchacho? Tú eres el hombre de la casa, de la madre que lo hace. If you don't keep your wife in line, if she doesn't follow what you say, then you're weak. We all know that's BS. I think it's crap. In my opinion, none of us are born with these ideas. It's old school, man. You know, it's just, it's 1920, 1950 shit, yo. It's not just idealism that we're discussing. We're discussing real flesh and blood human beings that are your brothers, your sisters. Domestic violence has really, like, left a permanent mark on my life. Men still control society on a certain level. I've seen it with my wife, and I've seen her be judged and be not given opportunities. As a young child, you know, I was always told that, you know, a girl ought to do this, she ought to live this way. And I don't want my daughter to feel like that. We want a world where men and women are treated equally. And to do that, you need to work with men. We can't just say that gender equality is something that women should work on. C'est nous-mêmes ensemble qui besoin changer. We're working with men to improve the lives of women and girls and families and communities. To change what they think it is to be a man. To change gender stereotypes, to break social norms, and to promote gender equality. I ask myself every day, what can I do to be part of the solution? My father was never there for me, and I don't want to be like that. I want to be different. Vamos acá. Yo quiero señalarle que puedo cambiar el mundo. Y si yo le puedo enseñar eso a él, él lo puede enseñar a su hijo. Generation Day. Tout bagay yo ap chanje. Pichi, pichi, pichi. We as men need to step up. And we need to support that. So that we can change the world. Welkom nogmaals bij deze livecast Be the Human. Mijn naam is Michonne Maduro en ik ben vandaag de gespreksleider. Ik vind het thema over vaderschap een heel bijzonder thema, omdat ik zelf ben moeder van een zoon. En in mijn leven heeft de vader, niet eens de biologische vader, maar de vader die een rol speelde, is zo belangrijk geweest in mijn leven en in die van mijn zoon. En vandaar dat dit onderwerp me ook echt aan het hart gaat. Deze talkshows zijn een onderdeel van de campagne Be the Human You Wish to See in the World. We zagen net ook in dat filmpje hoe schrijnend soms de gevolgen kunnen zijn als er geen vaderfiguur is en wat er dan toch overgedragen wordt in de vorm van pijn, in de vorm van handelingen die echt gewoon niet meer kunnen. En vandaar dat we het zo belangrijk vinden dat we het hierover hebben, hier in Zuidoost. We zijn in het metropolis van Pakhuis de Zwijger. En het is echt zo bijzonder, de sprekers die we, waar we mee in gesprek gaan. En daar ga ik u zo aan voorstellen. Want mannen, vaders, vaderfiguren, rolmodellen, de invloed die ze hebben op onze jonge mannen. Maar ook, hoe kan mannenemancipatie worden ingezet ter voorkoming van al het geweld wat nu plaatsvindt? Helaas vindt het ook veel plaats in Zuidoost. We gaan natuurlijk niet door deze talkshow alles kunnen oplossen, maar we kunnen wel met elkaar het gesprek aangaan. En hierna zullen er ook intervisiebijeenkomsten georganiseerd worden, waarin we in een kleinere setting dieper op de zaken ingaan. En u natuurlijk, u kunt via de chat reageren, u mag vragen stellen. Ik vind het echt super tof dat u er met z'n allen vanavond bij bent. Dus stel uw vragen, ik krijg ze binnen via de iPad en ik stel ze hier aan tafel. Dan nu ga ik aan u voorstellen mijn eerste tafelgasten. Bij mij aan tafel Jens van Tricht, directeur emancipator. Welkom. Dankjewel. Orville Breveld, muzikus, zanger, componist en marketeer bij het Concertgebouw. En Rigel Gilliat,
een artiest die, waar we straks nog meer van gaan horen. Dank je. Ja, ik dacht van, wat voor quote vind ik nou hierbij passen? Dus ik heb een quote uitgekozen en ik wil graag jullie reactie daarop. Elk blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken. Van Michelangelo. Riquel, als je dit hoort. Poeh. En denkt aan vaderschap. Als ik dit hoor, ik moet het echt nog een keer horen hoor. Ja, maar nou, ik denk dan nog echt ik herhaal het nog een keer ook voor de mensen thuis. Elk blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken. Als je denkt aan een vader en hoe jij jouw vaderschap tentoonspreidt. Zo, ik vind hem echt heel lastig hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik. Als ik denk aan ons voorgesprek, had je het erover dat je jouw kinderen, jouw twee kinderen, echt willen laten zijn wie ze in potentie ook vanuit hun puurheid zijn. Ah ja, 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 dat heb ik toen gezegd. Ik, je moet het echt zelf doen. Mijn ouders hebben dat, ik weet niet of dat, denk wel bewust gedaan. Ja. Dat het, niks is mij echt opgelegd. Dus nee. Je mag het zelf uitzoeken. Je bent er vrij in om te ondervinden wat... Wie jij daadwerkelijk bent. Wat mooi. Ga ik even naar Orville. Hoe is dit voor jou? Nou, als beeldhouwer. Nou, als het gaat om die steen en in, als het gaat om vaderschap... Ja. Denk ik dat het heel goed is om afstand te nemen van die steen. Want het is al een beeld. En aan de andere vader vragen, wat zie jij in die steen? Oh, dat, dat je dus in contact... Ja, dat het vertrekpunt van vitamine V is het delen van ervaringen en inzichten. Ja. En soms die andere vader, die kijkt op een afstand naar mijn situatie... en ik kijk op afstand naar zijn situatie. En samen komen we tot heldere inzichten. Tot het beeld. Ik weet het niet, is de belangrijkste slogan. Wat mooi, daar gaan we straks dieper op in. Ja. En Jens, nou, Michelangelo heeft dit jaren geleden gezegd, hè? Maar jij bent jaren geleden ook begonnen met een toolkit wat je hebt ontwikkeld. Trotse zonen, trotse vaders. Kan je ons meenemen de aanleiding? Wat was de aanleiding? Weet je, de aanleiding. Mag ik nog eerst iets zeggen ook over de quote? Oh ja hoor, ja. Want daarbij mag, dacht ik... ik denk dat er in elke man een mens verborgen zit. Ja. En dat die bevrijd kan worden. Het is een beetje de vraag wie de beeldhouwer is. Maar ik denk dat mannenemancipatie een instrument kan zijn om dat mee te doen. Ja. Simon en Garfunkel die hebben dat liedje I'm a Rock, I'm an Island. Ik denk dat dat is wat mannen vaak leren en waar ze ook in geïsoleerd kunnen raken. En ik denk dat het mooi is om de menselijkheid in mannen uit de steen te houden. Of te bevrijden. Ja. Wat en, mooi, de menselijkheid in mannen. Ja. Ja. Nou ja, en dan wat was de aanleiding voor de toolkit? Ik ben 30 jaar geleden met feminisme in aanraking gekomen en daardoor gegrepen. Ik ben vrouwenstudies gaan studeren, heb me gespecialiseerd in man en mannelijkheid. En toen ik daar klaar mee was, wilde ik gewoon met jongens en mannen aan de slag. Ben ik workshops gaan geven op scholen in Amsterdam, in Nieuw-West en in Noord over mannelijkheid en geweld. En in dat project kwam eigenlijk de rol van vader steeds meer naar boven. Die jongens die hadden ideeën over hun vaders, de professionals, de docenten zeiden daar dingen over. Ja. Bleek ook dat er een gespannen verhouding was tussen de idolen van die jongens. Eigenlijk de rolmodellen waar ze vonden dat ze aan moesten voldoen. En hun vaders, die meestal gewoon een redelijk bescheiden bestaan leefden. En als je dan vroeg van wie heb je geleerd om een man te zijn, dan was dat van hun vader. Maar eigenlijk moesten ze voldoen aan een groter beeld waar ze niet aan konden voldoen. Nou, dat was de aanleiding om met dit project te beginnen. En we hebben een heel mooie methodiek ontwikkeld, handboek geschreven, een aantal pilots gedaan op verschillende plekken in Nederland met tienerjongens en hun vaders. Ja, want op een gegeven moment, na dit project, ben je ook een bedrijf gestart, hè? Ik heb toen een paar projecten tegelijk gedaan. Ik loop over jongens en geweld, vaders en zonen. Ik heb ook een collegereeks over jongens in het onderwijs mogen coördineren. En eigenlijk in al die projecten kwam die vraag, goh, maar wat leren we jongens en mannen nou over mannelijkheid? Waar moeten ze aan voldoen en hoe kunnen we hun daarvan bevrijden? En dan komt toch weer dat rotsblok. En je bedoelt bevrijden van die traditionele gedachtes? Ja, wat nou ja, dat is een redelijk nauw keurslijf van waar mannen aan moeten voldoen. En vrouwen hebben zichzelf 100 jaar of langer bevrijd, ten dele geprobeerd te bevrijden van de ideeën over vrouwelijkheid. Maar mannen hebben daarin eigenlijk nog een inhaalslag te maken.
Ik kwam in al die jaren in aanraking met Men-Engage, de wereldwijde alliantie waar we net het filmpje van zagen. Ik ben daar enorm geïnspireerd geraakt en heb van daaruit Emancipator opgericht als Nederlandse organisatie voor mannenemancipatie. Ja. En ja, dat is een stichting, is geen bedrijf. Nee. En van daaruit zijn we ook begonnen met een aantal andere organisaties aan de Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam, die nu vanavond deze talkshow. Ja, want wat doen jullie met die alliantie? Wat is het doel daarvan? Het doel van de alliantie is om jongens en mannen in Amsterdam te stimuleren tot emancipatie, tot meer zorg, minder geweld. Anja Meulenbelt heeft emancipatie benoemd als eerlijk delen en niet slaan. Ik denk dat dat een hele korte, krachtige samenvatting is. We werken veel met sleutelpersonen, organisaties en professionals. Die weten het best hoe zij met hun doelgroep, hun gemeenschap, de thema's die daar spelen, om kunnen gaan. Maar vaak is er wel behoefte aan houvast of handvatten om jongens en mannen ook te stimuleren om die mannelijkheid te gaan bevragen. Ja, want over die mannelijkheid gesproken. Je bent ook de auteur van dit boek, hè, Waarom feminisme goed is voor mannen. En ik las daar een stukje in en dat wil ik graag met jullie allemaal delen. Je schrijft daar: ik mag zelf de rijkdom ervaren van een leven met kinderen, die van anderen en die van mezelf. Kinderen geven niet alleen toegang tot het kind in mezelf, zoals op de omslag van dit boek, maar ze bieden ook toegang tot wat wezenlijk is in de wereld en in onszelf. Waartoe geven kinderen de toegang? Wat was voor jou daarin echt een openbaring? Ik wil niet in van die platitudes vervallen dat kinderen een en al onschuld zijn en al dat soort dingen. Ik denk dat dat ergens ook wel waar is. Maar ergens gaat het over de continuïteit en de duurzaamheid van wie we zijn en hoe we in de wereld staan en wat we doorgeven. Heel veel vraagstukken en problemen, maatschappelijke uitdagingen worden ook van generatie op generatie doorgegeven. Het gaat ook over hoe wij als mens ons tot de wereld verhouden. Het grote woord waar het natuurlijk over gaat is zorg. Als er iets is wat denk ik belangrijk is in de levens van mannen, sowieso in de wereld, maar wat tot nu toe vaak ontbreekt in wat we mannen leren, dan is het zorg. Mannen maken wel gebruik van zorg. Mannen zorgen ook door zelfs soms door geweld te gebruiken. Hè? Daarvoor hebben we legers. Mannen zorgen door kostwinner te zijn, geld te verdienen, inkomen voor een gezin, dat ze dan vervolgens te weinig zien. Maar zorgen voor zichzelf, echt intimiteit, empathie, zachtheid, verbinding. Nou, ik noem maar allemaal woorden die vaak geassocieerd worden met vrouwen, met vrouwelijkheid. Ja. Die onthouden we eigenlijk aan mannen. Die ontzeggen we hun, terwijl we dat heel hard nodig hebben. En mannen moeten ook voor zichzelf zorgen. Want dat hebben wij mannen ook heel erg nodig. We zijn mensen, mensen hebben zorg nodig. Ja, dus dat ja. is volgens mij iets waar dat over gaat. Het is, zorg is een van de meest wezenlijke dingen. Zorg en dan in die kwetsbaarheid. Want wat hebben jouw kinderen jou geleerd, Orville? Nou ja, het is in de eerste plaats is dat het opvoeden en het reflecteren op alles wat zij in dagelijks leven meemaken en alles wat ik in mijn dagelijks leven meemaak. De kwaliteit daarvan, daar zijn de hoofdaandeelhouder van. Zo zie ik het eigenlijk. Ja. Dus alles wat ik meemaak in het dagelijks leven, mijn uitdagingen. Want centraal is dat, mijn tijd met hen is de centrale factor. Dat komt altijd terug van baan kan ik wisselen, maar mijn kinderen zijn voor het leven. Ja, mooi. En de kwaliteit van het leven is het nieuwe leven. En zij zijn het nieuwe leven in beginsel. Kwaliteit van het leven, hou dat vast. Kom ik zo op terug. Riegel, wat hebben jouw kinderen jou gebracht? Wat hebben mijn kinderen me gebracht? Goede tijden. Ja? Goede tijden vooral, ja. Ze weten me gewoon altijd weer uit een soort gat te halen. Mooi, die onbevangenheid van ze, die puurheid. Ja, en ik kan ook niet meer terug. Ook. Nee. Ze is een soort van vangnet, zo van tot daar en je kan niet daaronder, want voor mijn kinderen. Je kan niet terug. Mooi, ik zie jou knikken, Jens. Ja, op een of andere manier, sinds mijn kinderen er zijn, voel ik me meer verbonden met het leven, met de wereld, met de mensheid. Daarvoor kon ik daar nog een soort afstand van nemen. Dat kan niet. Ja. Ik ben gewoon eindeloos verbonden. Ja, eindeloos verbonden en die lagen. En zelfs als bijvoorbeeld kijkers thuis, als je niet biologische kinderen hebt, dan kan je je nog steeds verbonden voelen met kinderen. Dat heb ik ook geschreven. Ik bedoel, ik ben redelijk laat zelf biologisch vader geworden, maar ik heb eigenlijk jarenlang
mijn best gedaan om een rol te spelen, ook in de levens van kinderen van mijn vrienden. Ik woon ook in een woongroep, daar heb ik ook kinderen mee opgevoed. Ik ben al 12 jaar bonusvader van een jongen die nu 21 is en het huis uit is. Ja, ik... Wat leuk. Ik heb er altijd enorm van genoten en ik geniet er nog steeds intens van. Ja. Dank je wel, Jens. Je blijft gewoon bij ons zitten, hoor. Maar dit boek krijgen ook alle sprekers. Dus jullie krijgen zometeen ook een exemplaar ervan. En er staan hele mooie, krachtige voorbeelden in. En ook een stuk theorie, dus heel realistisch. Voordat ik met jou in gesprek ga, Orville, gaan we eerst even 10 jaar terug. Want we gaan kijken naar een filmpje van 10 jaar geleden. Ja, Orville, reageer eens. Hoe je vader is... denk ik, een vader die ook heel goed kan toegeven dat hij het niet weet, weet je wel. We worden altijd geacht om overal snel antwoorden en oplossingen op te geven, maar in heel veel gevallen weet je het gewoon niet. Dus ik denk dat een vader iemand is die bij momenten dat je het niet weet, dat ook toegeeft. Doe jij dat ook? Ja, ik moet wel. Ik weet het heel vaak zelf niet. Nou ja, hele simpel. Het begint al bij luiers verschonen, weet je wel. Het gaat tot aan van, hé, wacht even, hoe gaat dat met de omgangsregelingen? En hoe gaat dat als die straks, weet je wat, ouder is en nou, hij zit op school en hij heeft een conflict, weet je wel. Ja. Want in sommige gevallen als jongen denk je van, hé, luister, ram die gast terug, weet je wel, in de eerste instantie. Maar dan moet je wat genuanceerder denken. Ja. Van, weet je wel, kom voor jezelf op, maar hou het eerst zoveel mogelijk bij een gesprek. Ja. Ja, Orville, dat is 10 jaar geleden, hè? Ja. Kan je nu inmiddels luiers verschonen? Ja, zeker. Ja, en ze zijn al lang al uit de luiers ook. Ja, dat zeker, ja. Dat en is het je gelukt om die nuance in de opvoeding mee te geven? Nou, het grappige is, kijk, het mooie is... Ik ben destijds in 2008 zijn we in Zuidoost begonnen. Meer vanuit de persoonlijke behoefte, want ik ben eerst tot en met mijn 14 in Houten bij Utrecht opgegroeid. En dat was ik heel bijzonder. Omdat ik als enige weinig of tot geen contact gehad met mijn vader. En toen verhuisde ik naar Zuidoost, naar de Bijlmer. Toen zat ik op SG Rijksbosch. En in mijn klas was dat helemaal geen bijzonderheid. En toen mijn broer eerst vader werd, en daarna ik, toen dachten we ineens, dit is hartstikke bijzonder. Maar hoe komt dat dan? Nou, toen heb ik destijds in No Limit een avond georganiseerd. En per ongeluk gemaild... ook naar iemand die bij het Parool werkte. Oh. Er stond er steeds iets in de krant. Er waren heel veel mensen op afgekomen. Daar is uit een kerngroep ontstaan. Want het vertrekpunt, ik had een werktitel vitamine V. Want ik dacht van, joh, net als een tekort in je lichaam aan vitamine C... is vaderschap ook een tekort bij heel veel jongens in Zuidoost. Maar die V staat ook voor het voorrecht van vader zijn. Want het voorrecht dat wij nu leven als vaders... dat moet een andere V, een andere voorbeeldvorming realiseren... Ja. Want beeldvorming is heel sterk. Impact van beelden, alles wat je ziet. Ja. Toen de tijd groeiden we ook op met allerlei beelden van jongens, jonge mannen die op mij lijken. Die eigenlijk het nooit hadden over hun vaders, maar wel over zoveel mogelijk dames. Mm-hmm. Maar niet over wat gebeurt er als je straks naar bed gaat en er komt een kind uit, zeg maar. Ja. Nou, dus, en die verantwoordelijkheid is ook een andere V. Dus die vitamine V werd de methodiek langzamerhand. En uiteindelijk hebben we de 1224 vaders gecoacht in Amsterdam en in Rotterdam en Utrecht op allerlei... En gecoacht ook... op wat dan? Nou, we hebben verschillende formules. We hebben de ronde tafelsessies. En dat gaat om de veiligheid en de vrijheid van spreken stimuleren. Want persoonlijke verhalen, want in de cultuur, en dat is heel belangrijk. Want we hebben het over emancipatie, maar dat is voor elke cultuur en gemeenschap anders. Ja. En zeker in Amsterdam Zuidoost merkten we aan een tafel met vaders, met de moderator, een man vaak die van Surinaamse kom af is. Die kan op een hele andere manier informatie losmaken bij andere vaders van dezelfde cultuur. Dus dat is cultuur. Een voorwaarde heel belangrijk is voor de veiligheid. Veiligheid, ja, zeker. Ja. En soms is het zo dat het publieke events moeten zijn. Maar in heel veel gevallen hebben heel veel vaders daar geen zin in. Dus soms is het zo dat die vaders... Dat vrijheid van spreken is belangrijk, omdat we met elkaar willen delen. We hebben nog we hadden het vertrekpunt van... We hebben een rondetafelgesprek, we hebben een notulist die alles beschrijft. En al die verhalen hebben we verzameld, want het verhaal is heel belangrijk. Dat was een centraal punt, want er werd nog niet gesproken. Vaderschap was nog niet iets waarover je sprak destijds. Dus we moesten eerst en is dat nu veranderd?
Nou, dat, we hebben best wel wat impact gemaakt. En ook dat de voorbeeldfactor is ook bijvoorbeeld de hele campagne eromheen. Dus we moeten ook, denk ik, nog steeds, denk ik, intensiveren. En dat is ook het van plan wat we in de toekomst willen gaan doen. Film en ben gelukkig marketeer. Dus ik weet steeds meer hoe algoritmes werken. Dus zowel het negatief beeld over mannen, zeker als het gaat over zwarte mannen en vaderschap, dat wordt geïntensiveerd door algoritmes. Maar het positieve beeld is het antwoord. En hoe vaker je een ander beeld laat zien, hoe vaker het hier gaat werken. Ja. Onze hoofden zijn niets anders dan onze telefoons of die tablet daar. Ja. Alles wat je uploadt, dat is je waarheid. Ja, en dus dat je daar dus een ander verhaal, een tegengeluid precies tegenover. Dus je hebt de campagne, dat is het voorlichting, ook een V, hè, een voorlichtingsniveau. En we gingen ook naar school samen met Waldi Nijhoffs, die is er straks ook op. Daar hebben we vaders op school. Want heel veel op scholen zie je ook dat er alleen maar juffen voor de klas staan. En heel veel kinderen die thuis geen vader of een mannelijke autoriteit of coach want wat kennen. Brengt die mannelijke autoriteit? Wat voegt die toe aan de ontwikkeling van een kind? Op heel veel niveaus. Nou, in de eerste plaats is vorming. Hè? Dus vorming is... ook een vee? Opvoeden, ja. Een opvoeden is delen. Mm-hmm. Hè? Een opvoeden is samen, net als is samen winnen en samen verliezen. Hè? Is het leren over jouw verleden. En het mooie is, dat is ook belangrijk, is dat het voorbeeld en het beeld wat er destijds, zeg maar, als standaard, dat was helemaal niet actief. Want heel veel nieuwe generatie vaders, die willen het heel anders doen. Maar dat beeld was niet relevant. Ook niet in de media zag je dit. Dus we hadden een enorme taak om ook de beeldvorming in beeldvorming te investeren. He, want het voorbeeld doet volgen. Ja. Dus wij wisten van, joh, als wij nou met die kinderen, onze eigen kinderen, want we wonen allemaal in Zuidoost. En als wij elkaar beter kennen op de voetbalclubs, he, in bij een parktheater die het ons toen ons faciliteerde. Ja. En in de buurt thuis, maar ook op straat, is het gewoon ook de vraag, hoe is het met je kinderen? Weet je wel? En ook als het niet goed gaat, want het moet altijd goed met je gaan. Dat hebben we altijd geleerd. Maar dat is iets van de samenleving dat gewoon niet precies realistisch is. Dus dat zijn vaak allerlei mechanismen. Die hebben we allemaal opgenomen in al die... We hebben allemaal geconstateerd in al die verhalen. En uit die verhalen is er een methodiek voortgekomen. Dat is de vitamine V-methodiek. Wat het gaat over die V van het voorrecht is principieel. Ja, en de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid, de vrijheid en het voorbeeld. En voorbeeldvorming van veranderen. Veranderen van beeldvorming. Vrijheid om te spreken, weet je wel. Ja. En het versterken van ons vader zijn. Want het grappige is bijvoorbeeld ook, heel simpele voorlichting, dat heel veel vaders, zeker die kinderen in twee huishoudens opvoeden, en dat zijn er heel veel in Amsterdam-Zuidoost, die hebben vaak hele eenvoudige tools nodig. Als bijvoorbeeld, heel veel weten niet, bijvoorbeeld als ze niet getrouwd zijn, en hoe het zit met ouderlijk gezag. Hè? Bijvoorbeeld die moeders die in het wetboek, die zijn dan, als het gaat om emancipatie, is dat zeker iets waar we aan moeten werken. Die trekken in beginsel al aan het langste eind. Heel veel vaders kunnen, we hadden bijvoorbeeld het project Vaders op School, hadden een voorgesprek, waren vaders op de school, en dat was op Crescendo School op Onze Wereld. Die vaders die kwamen niet op school omdat die moeders het niet toelieten. Weet je, die dus moeders, eigenlijk geven jullie ze ook meer inzicht daarin. Zeker. Van wat hun rechten ook zijn. Dus we hebben een jurist, ook een vader die ook met dezelfde, in dezelfde dynamiek zit en dezelfde problematiek. En die deelt van, joh, dit zijn de tools. Want vaak is het ook een hele bureaucratische factor en het is ook vaak schaamte. Ja. Dus wij vaders moeten elkaar ontdekken, een netwerk vormen, intensiveren, dat heel regelmatig doen. Dat is het belangrijk, dat is het meeste werk. Zodat het een automatisme weet je, wordt dat je erover campagne gaat. Is op een gegeven moment afgelopen. Maar wat je nodig hebt in Zuidoost, onder andere bijvoorbeeld het vaderspreekuur. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen. We gaan straks aan een nieuwe website werken. Een vaderspreekuur op vaste momenten. Waar vaders, begunstigd door fondsen, et cetera, juridische hulp kunnen krijgen. Persoonlijke factor die ze niet zo aan het publiek willen delen. Weet je? Want heel veel zaken die zitten binnenin. Ja. En sommige vaders in Zuidoost, weet je waar je ook op een gegeven moment achterkomt? We hadden die rond de tafel sessies. Dat wel erg vanuit voelen, hè? Ja. Anderen voelen, hè? Sommige vaders leren door voelen. Maar heel veel vaders en mannen hebben daar helemaal geen tijd voor. Nou, in het voelen word je ook afgeleerd, toch? Want soms dat wel. Is wat, waar jij het ook over had, Jent. Dat mannen vaak niet eens mogen voelen. Omdat dat als een vrouwelijke eigenschap van dat je dan te soft of dat soort traditionele denkwijze. Ja, ik denk het is een heel groot verhaal uiteindelijk. Ja. Dat, ik zei net, die dingen worden van generatie op generatie doorgegeven. En je moet dus eigenlijk ook in een hele levensloop kijken naar hoe voeden we de vaders van de toekomst op. Ja. De meeste mannen houden volgens mij voor het eerst een baby vast als hun eigen kind geboren is. De meeste meisjes hebben voordat ze 10 zijn al heel veel baby's doorgegeven gekregen. Ja.
mannen die zich kwetsbaar, gevoelig, weet ik het, uitlaten, die worden daar vaak door afgestraft. Je bent toch geen mietje, je bent weer een homo, je bent geen sissy. Terwijl mannen wel kwetsbaar zijn en met vragen zitten en onzekerheden. En ik denk dat het heel goed is als ze een plek is waar ze daarover kunnen praten. Als ze ook leren om daar de taal voor te ontwikkelen, de woorden voor te vinden. Ja. En ik vind overigens, ik vind het heel belangrijk dat vaders daarin steun aan elkaar vinden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mannen en vrouwen, dat vaders en moeders samen ook deze ontwikkeling doormaken. Want het is ook, er moet aan beide kanten moet er iets veranderen. Zeker. En vrouwenbeweging hebben eigenlijk al tientallen jaren gezegd, goh mannen, ga alsjeblieft hier iets in doen. Ja, zeker, maar het belangrijkste is dat er wel, die culturele nuance is heel belangrijk. Hè? Ja. Want daarom had ik bijvoorbeeld destijds, onlangs had je die verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen, iedereen zou stemmen op een vrouw. Nou, in de macht, want emancipatie gaat over macht en zeggenschap en toegang. Nou, in de machtspyramide in Nederland staat een zwarte man onderaan. Daarom had ik hashtag stem op een zwarte man. Mm-hmm. Weet je wel, de vrouw, de man in de slavernij, de eerste die werden afgemaakt waren zwarte mannen. Ja. Maar zwarte mannen staan in de ladder nog onderaan. Ja. Dus wij moeten eerst werken aan het vooruitschap van de zwarte man. Dat is heel belangrijk. Ja. En ook vooral het hele van de wond, maar toch? Ook, ja, hele van de wond ook. Maar soms hoef je niet direct op sentiment, want dat is ook link, hè? Want soms heb je gewoon hele gevoelige zaken. Maar soms is het ook gewoon van, joh, het intellectueel kapitaal van Amsterdam-Zuidoost, de mannelijke ondernemers, daarmee moeten wat doen. Het intellectueel kapitaal en het sociaal-economisch kapitaal van wat er in Zuidoost onder mannen is, daarmee moeten we wat doen. Het intellectueel kapitaal. Want als je dat houdt, als je daarin investeert, dan wordt het sterker. Ja. En wat er nu ontbreekt, in denk ik in heel veel communities, dat de oplossing altijd van buiten komt. Ja. En dat de man, de zwarte man, als laatste is. Dus ik zeg altijd stem op een man. Stem op een man, intellectualiteit. Het gaat er ook om hoe voeden we, hoe lichten we voor de vaders van de toekomst? En nemen we daar alles in mee? We gaan eerst even kijken naar muziek. En het nummer heet Papa van Rigel. En dan gaan we met hem in gesprek. Jalani of the clash, Roshan in my heart, Malik in the air, vandaar dat een kaarsje brandt. Ja, nu 2 jaar, wat ben je bij de hand? Mijn boy 2 maanden, ik zie gezond verstand. Als ik naar je kijk. Alles weet, nu ben ik zelf papa. En nu ben je opa. En je beeld dat ik zelf leer. In de zelf leer. Yeah. Als ik naar je kijk en je kijkt naar mij van papa. Dat is een stuk. De mensen mogen het thuis helemaal verder bekijken straks. Yes. Rigel, Gilead. Ja, ik ben papa nu. Ik snap papa nu, is een deel van je tekst. Wat snap je van het papa zijn? Ik denk dat ik zijn acties wat beter inzie. Vooral in mijn puberteit was ik het niet altijd even eens met zijn gedachtes of zijn acties. Ja. Of de dingen waar hij even over wilde praten. Als ik iets voor ogen had, dan was het van ik wil dit doen. En dan wil ik eigenlijk dat je gewoon gelijk met me meegaat. Ja. Maar nu, op latere leeftijd, heb je daar meer begrip, begrip voor? Ja, betere gesprekken over gehad ook. En dan zie je dat ook wat beter in. Dat hij het uit een goede bedoeling
deed. Ja. In plaats van waar ik toen in zat. Maar ja, je bent jong dan, toch? En vaak scheelt dat ook, hè? Als je weet vanuit wat... Ik weet nog wel dat ik een keer een gesprek had met mijn vader... en dat hij zei, als ik toen geweten had wat ik nu wist... had ik het anders gedaan. Ja. En dat was al helend voor sommige dingen wat je dan, dan meemaakt. Want dochter Jalaini is inmiddels 4 jaar. Bijna 24 mei wordt ze 4. Oh, oké. Ja. En je zoon Roshan, die wordt 2, hè? Ja, september 24. Wat zie je terug in het gedrag van jouw kinderen? Mezelf. Ja? Kan je ons meenemen? Want je vertelde in het gesprek over je dochter. Mm-hmm. Wat doet zij bijvoorbeeld? Ze is heel erg lief. Ze heeft echt mensen lief ook en familie. Zorgzaam. Ze is heel entertainend. Ze, allebei trouwens. Ze zet Michael Jackson op. En ze begint te dansen. Ze vragen het zelf aan bij de Hey Google. Heel goed. Oh ja. Ja, want die kinderen van tegenwoordig. Ja, oh. Ze zijn echt... het gaat heel snel. Maar ook mijn nummers worden aangevraagd. Nummers die nog niet uit zijn. Ja. Dat doet me echt heel goed. Dat er dan ook... Hey papa, wil je opstaan, opzetten? En denk ik... Maar zijn nummer, dat is precies eigenlijk wat... een heel enorme kan bijdragen. Dat is dat voorbeeld. Ik hoorde jou zo praten. En ik dacht echt van, dit klikt. Weet je wel? Want daarvoor heb ik dit ook gemaakt. Want wat je zegt, er moeten meerdere beelden komen. Zodat je dat balans hebt. Hoe zeg je dat? Ja, een tegengeluid. Een tegengeluid. Dat er ook een ander. Dus nou, bij deze gaan we dat nummer gebruiken, zeker, hè, voor de campagne. Als we gaan overal delen. Ja. Alsjeblieft. Hartstikke leuk. Ja. Ik nodig even nog een gast uit. Dat is via de Zoom. Mm-hmm. En dan praten we even verder. En dat is Munira Lukman. Munira, welkom. Kan je mij verstaan? Kun je mij verstaan? Nu kan ik jou wel verstaan. Fijn dat je er ook bij bent. Want je hoorde net ook het nummer, hè, van Rigel. Wat vond je ervan? Ik vond het prachtig. Ja, echt ook. Ja, mooi. Het raakt. Ja, je wil niet, hè, in die situatie zitten. Ik zat er ook in. Je wil niet in die situatie zitten. Maar hoe je uit, dat raakt. Ja, want jij bent... En als voorbeeld voor je kind, sorry? Nee hoor, jij was nog aan het vertellen. Ook als voorbeelden voor je kind. Je pakt regie. Ik ben er wel voor ze. Mm-hmm. Ja, want jij bent ook oprichter, hè, van Life Skills. Kan je ons daar kort iets over vertellen? Ja, wij ondersteunen jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie... of een minder verrijkende situatie... met levensvaardigheden, burgerschapsvorming, algemene kennis... zodat ze regie kunnen pakken op hun leven... en succesvol kunnen bijdragen aan onze maatschappij. Zo belangrijk. Workshops, trainingen, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding... en activiteiten. Ja, wat belangrijk zeg, want levensvaardigheden krijgen ze niet mee op school. Terwijl dat toch het allerbelangrijkste zou moeten zijn, Rigel? Ja. Ik was iets over de levensvaardigheden, dat ze dat niet meekrijgen. Dat zou toch het allerbelangrijkste zijn? Daar hadden we het net inderdaad over. Voordat je vader bent of voordat je ouder wordt... Dat kan je eigenlijk al veel jongere leeftijd leren. Want het kan je ook overkomen dat je als tiener ouder wordt. En voor die tijd heb je nog niet op school een pamper verschoond... of een stage gelopen ergens... waar je met dat soort dingen in aanmerking komt. Dus ik denk dat dat sowieso al veel zal helpen. Ik bedoel, ik was zelf best wel op leeftijd dat ik vader werd, gelukkig. Mm-hmm. Maar ik kan me dan niet voor mijzelf dan inzien dat 10 jaar geleden was gebeurd. Want dan zit je ook in een hele andere levensfase. Ja, ik ken mezelf van toen. Maar het is wat hij zegt is sterk, hoor. Want kijk, het belangrijkste is even in een voorwoord van de methodiek. Daar schrijft een Amerikaanse auteur en docent, een leraar op school in Oakland. Die schrijft, opvoeden is een competentie. Weet je wel, wij krijgen seksuele voorlichting op school, we krijgen verkeersvoorlichting, maar opvoeden, not a clue. Nee. En dus eigenlijk op basis van alle data die er is, die er verzameld is, zeker ten aanzien van wijken met dergelijke dynamiek, zou je eigenlijk een competentieprofiel moeten ontwikkelen wat je op scholen kan laden. Ja. Zowel voor meisjes als jongens, van joh, wat betekent dat? En hoe zwaar is die verantwoordelijkheid strakjes? Want ik weet nog, ik was zelf docent op SGR, waar ik als leerling ook op zat, op scholengemeenschap Rijksbos, jaren geleden. En toen weet ik nog, was een leerling, die was 15 jaar en was zwanger. Weet je wel? Mm-hmm. En ik vroeg aan haar van joh, hoe,
hoe zit dat? Zij zeggen, nou, ja, weet je, mijn vriendinnen hebben ook allemaal een kind. Weet je wel? Dus het denken over wat het dan betekent om opvoeder straks te zijn. En als ik er nu spreek, ja. Dat is het heel kwalijk. Dus ik denk dat die voorlichting moet op een heel vroeg moment. Ja, dat zo belangrijk is. Want ook Monira... Ja, eigenlijk vind ik... Dat is trouwens mijn buurvrouw. Is dat je buurvrouw? Wat een knappe, leuke buurvrouw heb jij dan. Onze kinderen spelen samen. Ja, wat leuk. Orville zit in mijn bestuur. Ja, even aanhaken op wat Orville net zei. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd vind ik dat we deze vaardigheden opvoeden vanuit huis meekrijgen. En dat herken ik nu. Ik heb zelf 3 kinderen. 1 van 13, 1 van 9 en 1 van 5. En ik zie, als puber zei ik... Ik ga mijn kinderen echt niet zo opvoeden als mijn moeder me heeft opgevoed. En ik zie nu dat ik hetzelfde doe, onbewust. Ja, ik denk dat heel herkenbaar is. De competentie krijg je vanuit huis mee. Dus wat zeg ik? Het begint echt thuis. Met samen zijn. De liefde die je van beide ouders moet krijgen. De liefde die ze aan elkaar geven, de ouders. En de liefde die ze dan samen aan de kinderen geven. Ja. En als dat niet het geval kan zijn, vanwege één ouder is uitgevallen, gestorven, of ze scheiden, dan moet de ouders ervoor zorgen dat ze die onvoorwaardelijke liefde wel aan hun kinderen kunnen blijven geven. Ja. En Orville zei het net ook al, vaak weten vaders dus niet hoe, of de moeders die zijn zo geëmancipeerd... dat vaders die regie niet kunnen pakken. Je zegt het mooi, hè? Vaders de regie pakken. Maar het is ook de regie, dus dat er meer ruimte gegeven wordt aan vaders. En ook dat ze handvaten krijgen om juist de regie te kunnen pakken. Dank je wel, Monira. Je wilt nog wat zeggen, zie ik. Kan je tot slot... Onvoorwaardelijke liefde. Maar ook dat kinderen in veiligheid opgroeien. En dat ouders ten alle tijde zichzelf kunnen zijn. Want als ouders zichzelf zijn, dan kunnen de kinderen zich herkennen in de ouders, zich optrekken aan de ouders en zich daarin doorontwikkelen. En dan ook weer zichzelf zijn. En als kinderen mensen zichzelf kunnen zijn, dan kunnen ze meer doen voor de samenleving. Ja, klopt. Want als ze zichzelf leren kennen, dan ontstaat er ook ruimte voor de ander daarin. Dank je wel, Monira. En ik wil ook jullie bedanken. Jens, bedankt. Rigel, Orville, wij zien jou zo weer terug aan tafel. Dank jullie wel. Jullie krijgen een boek mee. Zou je die aan Rigel kunnen geven? En blijf het mooie werk natuurlijk met Vitamine V doen. Jouw nummer, die gaat door niet alleen Zuidoost, maar dat moet gewoon heel Nederland horen. Alsjeblieft. Dus daar gaan wij gewoon met z'n allen werk van maken. Mag ik nog één ding zeggen daarover? Ja, jij mag. Dat mocht het zijn dat je geen vaderfiguur hebt, net als mijn vader. Hij heeft nooit een vaderfiguur gekend, was heel dichtbij. Zijn vader vinden bleek uiteindelijk niet zijn vader te zijn. Maar dat hij dan alsnog altijd vader is geweest voor mij. Ondanks dat hij gescheiden is van mijn moeder. Dus ja, ik wil gewoon altijd door blijven. Een mooie aanvulling. Man. Al heb je dat zelf niet gehad, dan is het nog te ontwikkelen. Dan moet jij die brug bouwen. Ja, brug bouwen. Dank je wel. Ja. Met deze mooie woorden gaan we over naar de spoken word artiest. Want we hebben het nu gehad over vaders. Maar ook de afwezige vaders, die zijn soms heel erg aanwezig. Op een manier dat Vincent Heeren onder woorden gaat brengen. Het is een gedicht die heb ik geschreven voor mijn echte vader. En feitelijk, die heb ik natuurlijk nooit meer gezien. En om toch van mijn haatgevoelens en dergelijke een beetje af te kunnen komen, heb ik wat geschreven en dat wil ik graag met jullie delen. Daar komt hij aan. Pap, ik heb een paar kleine vragen voor je. Waar was je al die tijd? Wat is er van je geworden? En wat doe je nou tegenwoordig? Kijk je wel eens terug en vraag je er wel eens af hoe het anders gelopen was? Als jij een echte man was geweest en niet zo laf zoals je keer op keer bewees. Wegbleef van al je kinderen. En ik begrijp nog steeds niet wat je verhinderde. Om een ongeschreven afspraak na te leven met je kinderen. De helft van een vrouw en de helft van jou. Want hoe fout kan je leven lopen? En hoeveel levens kan je slopen door weg te lopen? Nou, fuck hope, die heb je meegenomen. Heb je nooit teruggekomen, maar wij zijn blijven dromen. Even blijven wonen in dat huis waar je ons achterliet. Stiekem blijven hopen dat je kwam, maar dat deed je niet.
Ik begrijp echt niet of hoe je... Sorry, excuus. Ik begrijp niet hoe jij je leven kan leven. Ik denk niet dat ik kan vergeven. Slaap je beter, ben je het vergeten? Pap, ik wil het weten. Maar niet van jou, nee. Ik weet wel beter. Je was er nooit, zag ons niet, heb ons niet geholpen voor geen ene meter. En ik weet dat je diep van binnen weet dat je zelf beter had moeten weten. Ik maak even gelegenheid om het stilzwijgen te doorbreken. En een veeg te geven, vanuit de binnenkant van mijn hart. En als je dit hoort ergens op de planeet waar jij rondstapt, behap het dan. En als je s'avonds je bed instapt en het licht uitdoet en alles maalt en je wil alles goed maken, verwacht dan niks, pap. Want die dag zal niet komen. Wij zagen niet aankomen. En belonen voor jouw onbegrijpelijk gedrag? Nee, pap, dan kun je ook de tering krijgen. Blijf dan maar een eenzame oude man tot in je graf. Dank u. Dank je wel, Vincent. Echt, je krijgt een virtueel applaus van iedereen thuis en ook van ons hier. Want die woede die vaak niet in woorden te vatten is door heel veel jongeren. Dat heb je echt op een hele, hele treffende manier gebracht. Want bij mij aan tafel, Laura Ader. Hi. Welkom. Jij bent de co-founder van Fairspace. Klopt. Waldi Nijhorst, psychomotorisch therapeut. Welkom. Fijn dat u bij ons bent. Of mag ik je zeggen vandaag? Altijd. Altijd. Ik mag altijd je zeggen. Oké, dan ga ik dat doen. Want de afwezige vaders. En Kunta natuurlijk. Ja, die komt er ook bij. Kunta Rintjo, wat zie je er weer prachtig uit. Dankjewel. Ja. Want cultuur, maatschappelijk ondernemer, muzikant, community builder en antiracisme activist. Welkom. En vader. En vader. Eigenlijk moest ik daarmee beginnen. Eigenlijk wel. Ja, want dat is het allerbelangrijkste. Zeker. Dat hebben we net ook gehoord. We hebben het nu over de afwezige vader die heel aanwezig is. Door de pijn of het verlies of door wat voor gevoelens dat ook naar voren brengt. Laura, ik wil even bij jou beginnen. Want Fairspace, dat is een organisatie om te voorkomen grensoverschrijdend gedrag. Hè? Ja, wat zien jullie gebeuren in je organisatie? Of met de mensen waarmee jullie werken? Wij werken vooral aan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in openbare ruimte, gedeelde ruimtes, zoals de straat, het openbaar vervoer. En om dan even terug te komen op woede, wat je net zei. Woede is natuurlijk... Ja, een secundaire emotie, het is eigenlijk pijn, wat zich vertaalt naar agressie en geweld. En wat ik heel graag hier wil benadrukken vanavond is dat we zien een rol van vaders weggelegd in het voorkomen van dat geweld tegen vaak vrouwen, maar ook anderen. Ja, voorkomen van dat geweld. Kom jij dit ook tegen in jouw werk, Waldi? De woede bij mannen die zich niet helemaal zo kunnen uiten op een... zeg maar, normale manier? Nou, wat ik tegenkom is dat mannen bij mij komen om te praten hoe ze eventueel met hun agressie en woede kunnen omgaan. Maar niet dat ik mannen tegenkom die hun woede omzetten in actie naar vrouwen of naar kinderen toe. Nee, oké, dus jij geeft... En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ze komen naar jou toe om tools in handen te krijgen? Om te praten, wat ik zelf noem leren luisteren. En hun gevoelens op een andere manier leren kanaliseren. Maar die agressie en die woede blijft toch. Dus je krijgt toevoegingen om er anders mee om te gaan. En er zo weinig mogelijk zelf last van te hebben. En ervoor te zorgen dat anderen er geen last of slachtoffer van worden. Ja, want als we kijken wat er hier in Zuidoost gaande is. Een geweldsgolf. Herken je dat? Dat je zegt van, nou, heel veel geweld vindt plaats bij juist door jongeren die geen vaderfiguur in hun leven hebben gehad. Ik herken dat dus niet. Ik weet dat jongeren geweld plegen, jongeren heel veel dingen doen. Er is tegenwoordig iets dat men geweld wil koppelen aan afwezige vaders. Ja. Ik wil daar niet in meegaan. Nee, want dat is uit een onderzoek, hè? Uit bepaalde onderzoeken is dat naar voren gekomen. Kunta, hoe kijk jij hiernaar? Ik denk wel degelijk dat het een met het ander te maken heeft. Ik denk wel dat de afwezigheid van een actieve vader... dat ervoor kan zorgen dat jongeren, vooral zwarte jongeren, jongens om specifieker te zijn... opgroeien zonder een primair mannelijk rolmodel. En dat ze daarom op zoek gaan naar andere rolmodellen buiten zichzelf.
Mm-hmm. En die vinden ze dan vaak of op straat of in bepaalde artiesten. Die ze dan op een bepaalde manier gaan verheerlijken. Maar die op hun beurt dan weer geweld en overmatig drangs en drukgebruik verheerlijken. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat er een relatie er is, zeker tussen beiden. Ik denk dat. Daarmee zeg ik niet dat de presentie van een vader per definitie betekent dat het van toegevoegde waarde is, helaas. Nee, want je hebt ook heel vaak te maken natuurlijk als een vader er is, dat er sprake kan zijn van huiselijk geweld. Niet alleen vanuit de vader, maar er is ook heel veel huiselijk geweld vanuit de moeder naar de vader toe, waar mannen ook weer mee te dealen hebben, zeg maar. Ja, Laura, ik zie jou knikken. Ja. Zou je daarop willen reageren? Ja, nee, mijn punt eerder was ook niet dat afwezige vaders automatisch leiden tot geweld door jonge mannen. En ik sluit eigenlijk heel erg aan bij wat jij net zegt van. Ook als de vader wel aanwezig is, de relatie tussen ouders en hoe ouders met elkaar omgaan, dat is natuurlijk wel een voorbeeld wat kinderen meekrijgen. Dus ja. Ouders die respectvol met elkaar omgaan, respectvol over elkaar praten. Dat goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, en waar leer je dat respectvol met elkaar omgaan? Waar leren vaders, tuurlijk krijg je in de opvoeding wat mee, maar waar leren vaders dat? Want daarom komen ze bij jou om met dat stukje onmacht. Want agressie, kunnen we dat betitelen als onmacht? Ja, ik kan het betitelen als onmacht. Maar wat ik als vaders bij me komen, wil ik met ze gaan praten over voelen. Ik heb een rijntje voelen, denken, doen. Wat ik met vaders wil graag aanwerken is leren luisteren en zo klinisch mogelijk leren luisteren. Dus wat hoor je, dat wat je hoort, wat doe je ermee en wat kan je ermee doen? Ik leer vaders ook dat als je ergens klem komt te zitten, dat je kan gaan shoppen bij andere vaders. Net bij het vorige gesprek hoorde je dat we met twee mannen elkaar moeten steunen. Daar ben ik met vaders mee bezig. En ik ben van huis uit psychomotorisch therapeut, dus ik geloof heilig in het voelen. Ik wil mannen leren voelen en op basis van dat wat ze voelen kijken, om een soort kostenbatenanalyse te maken en te Want kijken welke keuze het nu, hoe komt het dat mannen nu dan minder voelen? Ze voelen altijd. Ze moeten alleen leren om er op een andere manier om te gaan dan alleen maar op een hele boze en een boze of het te blokken. Ja, en het sluit, ik vind het heel mooi wat Waldi zegt. Het sluit ook heel erg aan bij wat Jens hiervoor zei. Weet je, de emancipatie van mannen. En ik koppel het ook aan de empowerment van mannen. Ik bedoel, we groeien op in een samenleving, in een systeem waarin we geconditioneerd worden als man of jongen zijnde, dat wij niet mogen huilen bijvoorbeeld. Ja. Als je jong bent en je stoot je benen en je huilt, dan is het verman jezelf. Met andere woorden, niet huilen, toon je emoties niet, wees niet kwetsbaar. En wat je ziet als je je ziet dat, en ik werk ook in een gesloten instelling met jongeren met ernstige gedragsproblematiek. En je ziet ook de manier waarop jongens omgaan met hun emoties. Dat uit zich vaak in agressie, zeg maar. Ze externaliseren dat, dus naar buiten toe. Het uit zich vaak in agressie, in vandalisme. Vaak gericht op de ander en vaak in termen van. Gewoon heel agressief. Ja. En ik bedoel, dat is ook wat ze leren. Ik bedoel, het begint al heel jong. Hè? Als kinderen. Geef me een van die. Hoe heet die? Die groene, boze, grote man. Hulk. Hulk. Ja, ja. Wat doet de Hulk als hij ontevreden is? Ja, dan timmert hij iemand gewoon niet. Dan wordt hij een spierenbundel en begint hij alles en iedereen kapot te slaan. En dat zijn de beelden en de ideeën waarmee we jongens conditioneren. Dus wat krijg je? Volwassen mannen die niet weten hoe ze om moeten gaan met hun emoties. En die uiten dat op de manier zoals ze hebben geleerd. En als we het nu trekken naar Zuidoost, hè? Onze zwarte jongens. Onze zwarte jonge mannen. Wat is er voor nodig om ze op een andere manier om te laten gaan met dat wat er is? Want wat ik ook begrepen heb van Waldi, die gevoelens, die woede, dat is in het lichaam aanwezig. Maar hoe kan je ze dan die tools bieden om dat te kanaliseren? Ik vind dat het op school moet beginnen. Op school. Want thuis is het zo complex. Weet je, er is een aanwezige vader, maar de tijd van nu gaat zo snel. Er zijn vaders die bijna niet weten dat je ook op je telefoon met internet bezig kan zijn. Dus een keertje heb ik een les gegeven en een vader wist niet dat zijn jongen porno op zijn telefoon kan zien. Dus vaders willen het soms, gaan mee met een aantal moderne dingen, maar weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dus er zal scholing moeten zijn, er zal lessen moeten zijn. Ik hoor dat er een soort intervisie- en supervisiegroep gaat zijn. Ja, waarbij we elkaar kunnen een supporten en coachen. Want weet je, mannen, met name zwarte mannen, hebben vaak nodig dat andere verhalen vertellen.
Ik geloof namelijk, naar aanleiding van dat wat ik heel lang gedaan heb, het verhalen vertellen. En echt het door de sleurverhalen. Je weet soms, je vader herhaalt dingen. Ja, pa, ik heb het al een keertje gehoord. Ja. Maar wanneer je dat zo'n paar gehoord hebt, wordt het een soort stroomverhaal. Dus op basis van het herhalen van het verhaal gaat eens een keertje dat muntje vallen en dan ga je die mooie elementen uit het verhaal halen en kijken wat je er zelfs mee kan doen. Dus ik geloof heilig, Orfe zei je daarnet van die roundtable gesprekken, dat waren verhalen waarbij je elkaar, waarbij je jezelf in zo'n verhaal ziet en er iets eruit kan halen. Ja, de kracht van verhalen. Juist, dus. Juist. Ja. Laura, want als jij kijkt bij Verspeel, gebruiken jullie ook verhalen? Nou, zo zijn we eigenlijk begonnen. We zijn als een storytelling platform begonnen. Dus mensen die last hadden van grensoverschrijdend gedrag op straat, bijvoorbeeld seksuele straatintimidatie, maar ook homofobe agressie, andere vormen. Ze konden hun verhaal delen via onze app, zodat je steun kon zoeken online. Ja, dat je dan op zo'n manier. Want Kunta, je vertelde net al, hè, dat je in een gesloten inrichting werkt. Ik werk zelf ook in de gevangenis. Daar zie ik ook heel veel van onze zwarte mannen die bij emoties, zeg maar, bevriezen. En dat ze, als ze dan in een kleine groepje, en die veiligheid is er, dan ontdooi je ze wel. Maar hoe zorgen we er nou voor dat ze ook, zeg maar, buiten die veiligheid nog steeds kunnen handelen op een manier waarop ze in contact blijven? Ik zie dat er heel veel uit contact gaan. Herken je dat? Ja, kijk, er zijn geen 1, 2, 3 pasklare oplossingen. Nee. Ik denk dat we ons beeld van mannelijkheid is toe aan een upgrade. Mm-hmm. En daar begint het vaak mee. Ik denk ook dat, want je stelde die vraag net ook aan Wad. Ik denk dat als het gaat om die jongens, we hebben bijvoorbeeld hier, nu hebben we dat veel geweld, jongens onderling met de drillmuziek die eraan gerelateerd wordt en dergelijke. En ik zie het eigenlijk, soms is het niet zo heel ingewikkeld, maar toch ook best wel ingewikkeld. Kijk, ik zeg altijd, vaders, zonen van goede vaders worden vaders van goede zonen. Oh, wat mooi. Ja, dus wat ik daarmee bedoel is dat wat zij meekrijgen, zullen ze meestal ook meegeven. Het probleem is nu dat zij niet meekrijgen wat zij meestal hadden moeten geven. Dus en ik denk dat daar een aantal dingen zijn die je daarin kan doen. Weet je. Als ik kijk altijd om me heen en ik probeer altijd na te denken en te kijken van hey, voor wie, welk kind zou ik een weekendje bij mij kunnen uitnodigen? Om het gewoon te zien van hey, zo gaan we met elkaar om. Weet je, co-ouderschap heb ik, dus ik ben meestal alleen met mijn kinderen. Weet je, zo gaat deze vader met zijn kinderen om. Maar die rol ligt voornamelijk, ik vind dat school inderdaad een bijdrage hoort te leveren, maar ik denk dat het thuis begint. Zeg maar. En op het moment dat we dat niet van huis uit kunnen meegeven, dan is het echt zaak om te kijken hoe kunnen we. Maar soms kan je dat niet garanderen dat het thuis, je wil het wel. Mm. Bijvoorbeeld als school zijn of als organisatie of als vrienden. Soms heb je gezinnen, dat het toch wel moeilijk is van tot waar kan je je bemoeien, zeg maar. Ja. Jazeker. En ik denk dat wij gewoon als mannen, ik hoop dat alle mannen en vaders die kijken, gewoon denken onderling van hey, ga een keer het gesprek hierover aan. Weet je. Ik heb groepsapp met mijn neef en zo. En we hebben het vaak over vaderschap. En weet je, hoe ga jij hiermee om? En wat doe jij? En weet je, ik loop tegen deze situatie aan. Orville, we noemden een paar situaties waar heel veel mannen tegenaan lopen. Ik was een tijd terug was ik bij een black man meeting, zeg maar. En het ging heel erg over vaders en ouderlijk gezag en recht hebben. En eigenlijk hoe het vaderschap aan de ene kant iets heel moois kan zijn. Ja. Maar in het geval van heel veel mannen vernietigt het vaderschap hun. Omdat zij geen vader kunnen zijn en niet het recht krijgen van de moeder in dat geval. Dat ze dus dan een machteloosheid. Ja. Even hoor, ik ga even naar het publiek toe. Want jullie mogen vragen stellen. Hè? Via de chat kan je vragen stellen. En dan stel ik ze weer aan onze gasten. Als ik hoor vaderschap, lijkt het alsof het iets is dat je wordt vader en dan moet je er invulling aan geven. Maar vaderschap wordt ook voor mij gekoppeld aan opvoeden. En net wat Orville zei daarnet, opvoeden is een competentie. Ik noem opvoeden een vak. En wanneer je gespecialiseerd bent in een vak, ga je bijscholen.
Je gaat iets ermee doen. Je gaat naar anderen luisteren. Je gaat leren. Weet je hoeveel vaders niet kunnen lezen? Weet je hoeveel vaders niet kunnen lezen en schrijven? Nou, als je leert voelen. En als je ook weet wie en wat je bent en wat je wil bereiken. En je leert als man dat je tegen je grens aanloopt. Kan je hele kleine situaties organiseren met zelfgestemde, om te vangen, net wat je zei. Hoe doe je dat? Hoe los je het op? En help me daarin. Ik heb nog een ander gedachte. Opa's. Mm-hmm. Ik ben zelf opa en die ovo, die pa, noem ik onvoorwaardelijk. Als je grootvader bent, ben je groot in het vaderen. Dus wanneer je opa bent en je ziet dat je kinderen of je ziet dat je zoon struggelt, blijf niet op de tribune. Nee. Zak naar beneden, ga op het speelveld en kijk met de vaardigheden die je hebt gehad op basis van je leeftijd. Hoe kan je het in hapklare brokken toedienen, waardoor het makkelijk te verteren is. Wat ik vind dat we te vaak doen, er zijn te ingewikkelde concepten voor vaders, waarbij vaders zeggen, toedeloe, ik kom niet. Nee, omdat ze zich dan kunnen zeg maar, ook onttrekken, omdat die veiligheid dan weer in het gedrang komt. Maar als je het in hapklare brokken, dan bereik je ze en dan blijf je in contact met ze. Want Laura, als we naar Fairspace, zijn jullie van plan om vaders zeg maar, ook in te gaan zetten of mannen in te gaan zetten? Ja, we zijn lid van de Alliantie Mannenemancipatie met de emancipator van Jens. En door die samenwerking met verschillende partijen hopen wij dus ook meer vaders te kunnen bereiken. En wat voor ons al een hele belangrijke eerste stap zou zijn om naartoe te gaan, is dat we de opvoeding van jongens en meisjes wat meer gelijkstellen als het gaat om het voorkomen van geweld. Dus wanneer we dochters naar buiten laten gaan, is het wees voor het donker thuis, trek geen kort rokje aan, ik wil niet dat je een vriendje hebt. En als we nu kunnen stoppen met twee maten meten en onze zoons naar buiten sturen met dezelfde waarschuwingen, respecteer iemands grenzen, als iemand nee zegt is het nee, zorg dat je iemand niet lastig valt, dan krijgen alle kinderen mee dat die grenzen voor hun gelijk zijn. Of ja, dat ze zich aan dezelfde norm moeten houden. Ja, ja, dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Even kijken of er... De mensen zijn helemaal onder de indruk van dat wat jullie delen hier. Kunta, kan jij ons nog wat meegeven vanuit jouw expertise? Want je bent ook een community builder, hè? Hoe de kracht van de community, want ik wil je trouwens complimenteren met de coronarellen. Het feit dat er geen rellen, en ik weet dat jullie het met een hele groep ouders hebben gedaan, niet alleen jij, maar ik zag een filmpje van jou daarover. En complimenten voor Zuidoost, want die jongeren hebben niet gereld. Kan je ons daar kort nog iets over vertellen? Ja, wat ik denk dat heel belangrijk is voor ons is om, als we het hebben over community. Community doe je samen, begrijp je? En heel vaak, vooral in het geval van onze jongeren, ik merk dat er vaak een groot gat is tussen ouders en hun kinderen. Tussen volwassenen en tussen jongeren, zeg maar. Dus probeer allereerst de jongeren te begrijpen. Want op het moment dat zij zich onbegrepen voelen, wat we vaak doen, en dat zie ik heel vaak in mijn omgeving. Ouders of volwassenen die zien dan waar de jongeren naar luisteren. En die luisteren dan maar muziek waarin praten gesproken over steken en geweld. En die zeggen van nee, dat is fout. Dat moet je niet naar luisteren, dat moet je niet doen. En die keuren eigenlijk de muzieksmaak van die jongeren af. En voor de jongeren voelt het alsof je ook de jongeren zelf afkeurt. Mm-hmm. En dan ontstaat er een gat. Ja? Dan voelt de jongeren zich veroordeeld door jou. Ja? Buitenspel gezet. En wat krijg je dan? Is dat zij steeds meer vervreemden van hun community en hun omgeving. En ook eigenlijk geen reet geven om wat anybody says. Dus nee. Ik zeg altijd, probeer dicht bij een belevingswereld te blijven. Niet te veroordelen, maar probeer ze te begrijpen. Ja. Als je ze begrijpt en ze hebben oor voor je, dan kan je ze ook in de juiste richting bewegen. Of een beetje sturen, zeg maar. Omdat je dan die verbinding hebt. Nou, wat jij zegt, daar ga ik straks... En ik heb nog één kleine toevoeging, ja. Die actie toen jongeren op het punt stonden te gaan rellen hier in Amsterdam-Zuidoost. Je kan een paar dingen doen ineens sowieso. Je kan afwachten tot er morgen op een van die talkshows wordt gesproken over de jongeren, over hoe mis het is gegaan. Of je gaat erop af. En ik denk dat we dat te weinig doen. Dat was ook gewoon mijn insteek. Ik had met niemand iets afgesproken. Ik zei, ik ga er naartoe. Gewoon actief. Ja. Zie je jongeren op straat, spreek ze aan. Niet alleen wanneer het misgaat. Ga het gesprek met ze aan. Ook preventief. Hoe gaat het met je?
Maar ja, dat wordt veel te weinig aan ze gevraagd, ja, hoe het met ze gaat. Want dan bouw je ook die credits op als je ze wel moet corrigeren. Er is een vraag voor Waldi van Yvette. Het percentage jongeren die in de criminaliteit belanden als gevolg van armoede is vele malen hoger dan het percentage afwezigheid van vaders. Armoede is nog steeds een grotere taboe voor de jeugd, meedoen, merkkleding, dan afwezigheid van vader, toch? Klopt. Klopt. Ja. Als je naar school gaat en je hebt niet thuis niet gegeten, als je honger hebt, moet je iets doen om je honger te stillen. Dus dan krijg je jongens, je krijgt kinderen die dus vanuit een totaal ander vaatje gaan tappen om te kunnen overleven. Dat klopt inderdaad. Dus dat moeten we ook meenemen in, ja, ik wil het niet eens een aanpak noemen, want het zou zo mooi zijn als het gewoon normaal wordt, toch? Ja. Maar die fysieke afwezige vader zorgt er deels ook voor dat in het gezin waar die moeder het alleen moet doen, ook armoede ontstaat. Dus wanneer die een fysieke afwezige vader ook ervoor zorgt dat hij een verantwoording heeft voor zijn kinderen, hoop ik dat de armoede in dat andere gezin ook ietsje minder wordt. Weet je, want er wordt over afwezige vaders, maar kinderen hebben constant een beeld van hun vader in hun hoofd. Dus ik noem het die fysieke afwezige vader. Ja, die toch echt aanwezig zijn. Want dat kwam ook in het voorgesprek naar voren, dat Jen zei, een aanwezige vader kan afwezig zijn, maar afwezige vader is wel degelijk aanwezig. Juist. Komt daar nog een laatste opmerking en dan Ja, want inderdaad, armoede speelt een grotere rol daarin. Maar tegelijkertijd zie ik wel, ik bedoel, als we het hebben over armoede en een gebrek aan primaire levensbehoeften zoals eten, et cetera, onderdak, is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar ik kom heel veel op scholen en ik zie vaak dat jongeren een hele materialistische houding hebben, zeg maar. En wat ik zie, ze willen de duurste kleren, merkproducten, statusproducten. En als ik met ze in gesprek ga, dan merk ik dat het vaak is om die leegte in zichzelf een beetje te compenseren. Ja. Begrijp je? Dus het gaat niet echt zozeer om wie ze zijn, maar meer om wat ze hebben. En ja, ik denk ook dat ouders en ook een vader daarin ook een essentiële rol speelt om aan die kinderen te leren, hey, een schoen van 700 euro maakt je niet meer of minder. Nee. Weet je, het gaat om wie je bent. Die en dat is een stukje ouderschap. Core, ja. Dus ik denk dat dat ouderschap, vaderschap en die armoede en de manier om dat te bestrijden, dat het hand in hand gaat met elkaar. Mag ik jullie bedanken? Of Waldi? Want je kijkt echt op zo'n lieve manier naar me. Dus jij mag nog eventjes wat je zegt, reageren. Klopt. Maar die peer group community, die dure schoen zorgt er wel voor dat je ergens bij mag horen. Dus wie hebben ze nodig om daar een evenwicht in te brengen? En wij vaders en wij zwarte mannen moeten ervoor zorgen dat wat je zegt, niet dat wat je hebt, maakt dat wat je bent. Je krijgt ondertussen een boek van mij toegeschoven, Waldi. Want die hebben jullie van Jens van Tricht gekregen. Zou je die aan Kunta willen geven? Ik wil jullie van harte bedanken voor jullie inzichten. En ook heel veel succes wensen met alles wat jullie doen om het verschil te maken. Dank jullie wel. Want dan gaan we nu door, want we hadden het er al over. Als die emoties niet op een goede manier gekanaliseerd kunnen worden, dan ontstaat er onder andere ook veel geweld. Helaas in Zuidoost hebben we te maken met een geweldsgolf. Kinderen die elkaar afmaken. En als je eenmaal met ze in gesprek gaat, dan weten ze soms niet eens meer waar het precies over gaat. Ik ga daarover in gesprek met de volgende tafelgasten. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we eerst kijken naar een mars waarbij een moeder spreekt. Jongeren die worden vermoord, die gaan jong dood. Dat moet niet, dat hoeft niet. En eigenlijk een beetje boos dat wij dat laten gebeuren. Dit is genoeg. Dit is genoeg geweest. In Zuidoost was het dit jaar al 3 keer raak. Verschillende geweldsincidenten zorgden voor gewonden en zelfs 2 doden. De schietpartij waarbij Inshomar Ballantine 1,5 week geleden om het leven kwam, was de aanleiding om de mars te organiseren. Ook de moeder van Inshomar nam het woord. Ik sta hier als een moeder, als een vrouw van God om te laten weten dat hij is een zoon van God. En zo ook alle andere kinderen die zijn meegenomen hier in deze plaats. Maar deze tocht is niet alleen voor Zuidoost. Want het gaat in de hele Amsterdam gebeuren. Want we gaan opstaan. Dit is wat God wil. De familie die is echt een trouwe leden van ons in de kerk. En zo zijn er ook meerdere mensen
die lid zijn van onze kerk of andere kerken of andere gemeenschappen. En op een gegeven moment komt het dichtbij bij de mensen. En daardoor dat we opstaan. Moeders zitten nu in een huis. Vaders zitten nu in een huis. Met schaamte. Anderen met depressie. En ik sta hier met boosheid. Om te laten weten dat dit gaat niet zo worden. Maar wij gaan marcheren. Om alle moeders en vaders, zusters en broers en netjes en neven te laten weten. Kom uit! Kom uit! En ik hoop dat het er niet bij blijft. Maar dat we als individuele Amsterdammers onze plek innemen. Dat we elkaar scherp houden op het belang van het beter maken van deze samenleving. Ja, elke keer als ik dit filmpje zie, het komt zo binnen. Mijn tafelgasten. Rivelino Richters, rapper, zanger, sociaal entrepreneur, auteur van boek Bloedband. Welkom. Leslie Heijkerk, psycholoog. Fijn dat je ook bij ons bent. Orville, we hadden jou net al gehoord en fijn dat je ook bij dit thema aansluit. En we hebben ook iemand via de Zoom aanwezig. Dat is onze netwerkagent van Amsterdam Zuidoost, Gregory Gene. Gregory, welkom. Dankjewel, dankjewel. Fijn dat je erbij bent. Super. Gregory, je zag net dat filmpje. Hoe kijk je hiernaar? Ja, eigenlijk met heel erg gemengde gevoelens. Ik ben aan de ene kant, vind ik het heel mooi dat de wijk opstaat en echt hun stem laat horen. Dat ze het er niet eens zijn met de manier hoe geweld wordt geuit de laatste tijd in Amsterdam Zuidoost. Dat ze zich zorgen maken en ervoor opstaan. Aan de andere kant zien we ook weer een jongen die is overleden, maar die ook weer in een bepaald milieu verkeerde. Hoe die erin terecht gekomen is, dat kan allerlei factoren zijn, dus dat keuren we niet af. Maar in ieder geval, ja, hij is toch op een bepaalde manier in criminaliteit terechtgekomen, wat heeft geleid tot zijn dood. Ja. Dus ook de weg naar de criminaliteit, daar kijk ik ook naar en denk van ja, hoe komt het nou dat die jongen daar terecht gekomen is? Ja, dankjewel. Want hoe komt dat nou, Leslie, als psycholoog zijnde? Jij werkt ook met jongeren, hè? Klopt, ja. Herken je dat ze gewelddadiger naar elkaar toe zijn? Of dat ze zich zo uitspreken? Ik herken dat wel, inderdaad. Dat is ook wat ik wel tegenkom. En om even te reageren op wat Gregory zei, ik denk dat het met heel veel factoren te maken heeft. Natuurlijk de opvoeding, ja. De thuissituatie, de vrienden die ze ontmoeten, in hoeverre ze zich kunnen uiten. Zelfbeeld. Er komen zoveel dingen eigenlijk ter sprake als het hier om gaat. Ja. De weg eigenlijk naar criminaliteit. Er gebeuren er zoveel dingen op dat pad. Ja. Dus ja, zeker wel herkenbaar. Dat je dat herkent. Ja. Want Rivelino, we hebben het over de weg naar criminaliteit. Jij werkt ook in jeugdgevangenissen, hè? Klopt, als, ja. Als ze het dus dan al gepleegd hebben. Wat zie jij daar? Wat kom je daar tegen? Nou, wat ik daar zie, zeg maar, is dat vaak de achtergrond een rol speelt, dus uit wat voor buurt kom je, mm-hmm. uit wat voor nest kom je. Ik kom jongens tegen die opgroeien waarbij zeg maar, de ouders of de broers zeg maar, ook in de criminaliteit zitten. En dat nemen ze toch als een voorbeeld over, als een rolmodel. Dus dat is spannend, weet je wel. Tegelijkertijd zie ik ook jongeren die uit een heel goed nest komen. Weet je, die zeg maar, gewoon ouders hebben die gewoon heel goed verdienen. En waar ze eigenlijk zeg maar, ja, financieel niet per se een reden hebben om daarin te gaan. Nee. Maar ze vinden het gewoon spannend of ze denken van ja, ik moet de straat op gaan. Want dat is de manier. En dat kan te maken hebben met eigen ja, mentale problemen of psychische stoornissen, weet je wel. Dus ja. Er zijn meerdere redenen waarom zeg maar, een jongere zeg maar, die kant op zou kunnen gaan. Maar wat je vaak wel ziet is dat de omgeving wel een flinke rol speelt. Flinke rol, Orville? Wat denk jij dat een oorzaak kan zijn? Nou, er zijn heel veel factoren. Ja. Als het gaat om het geweld wat er nu speelt. En wat ik ook zie, en op basis van heel veel analyses die er zijn, is dat we niet moeten vergeten dat het gedrag wat jongeren kopiëren gecommercialiseerd is. Mm-hmm. Weet je, dus het is net als in elke oorlog moet je altijd kijken waar het geld verdiend wordt aan dat gedrag. Dus in deze is dat heel erg de muziekindustrie. En natuurlijk is er heel veel hip-hop, want het gewoon heel oké is. Maar op basis van de algoritmes, hè, klikken levert geld op. Hoe vaker iets wordt gezien, genereert inkomsten voor reclamepartijen. De partijen die investeren om die doelgroep te bereiken. Is het dan niet daar dat ligt een enorme factor dat copycat gedrag, wat er nu gebeurt, wat geïntensiveerd wordt,
Daar hebben sommige mensen belang bij. En daar draaien onze kinderen en hun ouders voorop. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dus ik denk als we in gesprek gaan om hier tegen te gaan, dan zouden we ook de basis van de... Ik zag toevallig op de Ziggo Dome was er een enorme... er zijn ook ouders tegenin gegaan. Was er een persiflage van een rapper die voor een paar aantal jaren vastzit, die daar als voorbeeld wordt gepresenteerd voor de jongeren in Zuidoost. Dat is kwalijk. Herken je dat ook, dat zij dat soort rappers als rolmodellen hebben? Oh ja, zeker. Ja, hoor. Ja. En echt naar opkijken ook. En het stoer vinden. En hetzelfde willen zijn. En vooral dat materialisme wat ook eerder ter sprake kwam. Maakt eigenlijk niet uit hoe ze eraan komen als ze het maar hebben. Mm-hmm. Dus dat herken ik heel erg, ja. En is het dan niet heel belangrijk, of juist heel belangrijk, om die mensen ook verantwoordelijk te stellen, die platenmaatschappijen en die mensen? Ja, maar het is meer dan dat, zeker. Want die hebben ook, ik heb wel eens in gesprek ben ik gegaan met zo'n... Ik ken toevallig iemand, mijn zoon, die zat op een middelbare school, waar zij in zijn klas een jongen zit met een vader die... En ik vroeg, hoe zou jij het vinden? Ik heb al die vader die een platenlabel had. Hoe zou jij het vinden als jouw dochter... Heb je een dochter? Zegt hij ja. Hoe zou jij het vinden als jouw dochter zo wordt neergezet in die video? Nee, maar dat doet zij niet. Ze zijn maar wel andermans kinderen, weet je wel? Dus zo eerlijk moeten we zijn. En tegelijkertijd heb je natuurlijk die hebzorgfactor. Dus die waarde wat kinderen aanleren, wat waarde is, is alleen op prijs gebaseerd. Die schoen is rubber en een stukje leer. Ja, en het is Balenciaga. Maar ik zeg wel eens van, joh, ga maar eens solliciteren bij Balenciaga. En dan mag je nog niet eens werken als schoonmaker. En dat is een spiegel die we onszelf moeten voorhouden. Dus een belangrijk antwoord is, denk ik, dat er een tegensignaal komt van ons man, volwassen mannen en vrouwen, dat wij het niet fijn vinden. Dan ben ik heel blij dat er onderlangs was er een Stop the Violence-demonstratie, was ik aanwezig, met mijn kinderen ook. En ik vond dat die kinderen, die waren uit Zuidoost, enorm moedig. Want we moeten wel stellen dat de meeste kinderen in Zuidoost gaan gewoon prima. Ja, en dat is heel belangrijk, want herken jij dat, Gregory? Dat de meeste kinderen in Zuidoost, dat het daar gewoon goed mee gaat? Ja, ik durf wel te zeggen dat het grootste gedeelte gaat het gewoon goed met de kinderen. Ja. Het gaat om een hele kleine groep in mijn ogen die eigenlijk het gebrek aan perspectief heeft of ziet. En daardoor inderdaad dit soort rolmodellen, waar we het net al over hadden, aanneemt als een soort vaderfiguur of een voorbeeldfiguur. Bij gebrek aan of bij wel de emotionele klik vinden bij bijvoorbeeld zo'n rapper of iemand anders. En dat ze daarin dus eigenlijk die connectie niet meer hebben thuis. Mm-hmm. Nee. Met hun eigen vader of met hun eigen moeder bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè, de emotionele klik niet hebben, ondanks dat die aanwezig is. Dus ik durf wel te zeggen, het grootste gedeelte van Zuidoost van de jongeren gaat het goed mee. Gaat goed. En die zien ook wel de perspectieven. Maar alleen bij de jongeren waar het gebrek is, daar hebben wij wel het meest mee te maken. En als we daar nou eens naar kijken, want er is ook een vraag gesteld door Esmeralda. Hoe kunnen we de jongeren bereiken die daadwerkelijk de support nodig hebben? Draagkracht en draaglast en sociale emotionele armoede is zeer groot. Hoe zouden we, Rivelino, hoe denk je dat we die jongeren kunnen bereiken die dat nodig hebben? Want het is niet dat ze vrijwillig komen, toch? Nee, ik denk zeg maar dat het belangrijk is dat je zeg maar gaat kijken van ja, wat hebben ze nodig, weet je, wat missen zij? En als ik zeg maar het mag betrekken op de jongeren waar ik mee werk, zeg maar die in detentie zitten en die dan zeg maar vrijkomen. Wat je vaak merkt zeg maar is dat de aansluiting zeg maar op terugkeer in de maatschappij soms toch ontbreekt, weet je wel. Zoals Orville zeg maar terecht zei, zeg maar prijs is belangrijk, geld is belangrijk. Maar ja, als je naar buiten komt, ja, weet je, je wilt toch een beetje kunnen leven. Ik bedoel, je hoeft niet per se die Balenciaga aan te trekken. Maar je wilt desnoods wel gewoon, al is het een schoen van de Van Haren kopen. Mm-hmm. Maar die dan moet ik je... koop. Ja. Dus ik ken Balenciaga helemaal niet. Die heb ik toevallig aan, een schoen van de Van Haren. Okay. Nee, maar dat is prima. Dat is een prima schoen. Je hebt niks mis mee. Ik kan er gewoon op lopen, dus ja, hallo. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is, zeg maar, ze hebben gewoon perspectief nodig. Ze hebben inkomen nodig. Ze moeten naar school kunnen gaan. En afhankelijk zeg maar, van het niveau wat ze aankunnen. Sommigen zijn LVB. Of sommigen zeg maar, die hebben niet zeg maar, heel erg lang doorgestudeerd, omdat ze niet de concentratie hebben. Dus dan moet je gaan kijken van wat past er wel bij hun, weet je wel. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld het idee opgedacht om... bijvoorbeeld quote 500 bedrijven verplicht te stellen om jongeren die uit detentie komen een jaar lang zeg maar stage te laten lopen betaald. Weet je, zodat zij ook van het netwerk kunnen profiteren. Want ik zal gewoon eerlijk zeggen, bepaalde netwerken zeg maar, zijn gewoon voor onze jongeren
onbereikbaar, weet je wel. Ja. Tenzij je zeg maar gewoon de kans krijgt om goed door te studeren en dan in zo'n netwerk terecht te komen. Maar... En ook het bewustzijn misschien, want heel veel jongeren en ja, sommigen krijgen het ook niet mee. Ik heb het bijvoorbeeld niet meegekregen dat het zo belangrijk is dat je onderdeel bent van een netwerk. Precies. Op een gegeven moment door met anderen erover te hebben, andere ondernemers, is het van, oh, dat is dus heel erg belangrijk. Ja, het is heel belangrijk en het feit zeg maar ook gewoon dat je een netwerk hebt. Mm. Dat is ook iets wat zeg maar niet bij iedereen bekend is, weet je wel. Maar ja, ik heb wel eens, als ik een klein voorbeeld mag geven, ik heb zeg maar ooit wel eens een jongen begeleid. Het was een jongen die, weet je, die kwam naar me toe, die belde iedere dag bij me aan. Soms 11 uur 's avonds van, hey, ik wil rapper worden, ik wil een videoclip opnemen. En ik zei van, oké, ja, heb je budget ervoor? Ja, nee. Oké, hoe gaan we dat doen dan? Ken je mensen? Ja, nou, ik heb wel een neef en ik heb een broer. En die neef, ja, die is ooit zeg maar bij met die Silver Rings en die is bij een rapgroep Wu-Tang. Wacht even, dus mijn oren gingen flapperen. En hij had letterlijk zeg maar gewoon een neef die een hele invloedrijke plek had zeg maar bij die groep. Die was ooit vanuit Tilburg zeg maar gewoon in de zomer iedere dag daar voor de deur gaan zitten. En dat bleek zijn neef te zijn. Ik zeg van, bel nu die neef op, weet je wel. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, denk ik. Maar soms weten jongeren niet zeg maar wie ze eigenlijk in hun netwerk hebben die iets voor ze kan betekenen. Ja. En het hoeft niet per se zoiets groot te zijn. Het kan ook gewoon iemand zijn die je een plek kan geven bij de Albert Heijn als vakkenvuller. Ja, maar dat het wel betekenisvol is. Het is betekenisvol en dat je daarvoor je bed uitkomt en dat je daar gewoon elke dag voor de deur wil. Omdat je een doel voor ogen hebt. Ja. Precies. Leslie, zie je dat ook terug? Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met het stukje. Het is ook een stukje hulpvragen. Hè? En dat zie ik ook bij de jongeren die ik zie, dat ze dat heel lastig vinden. Ze blijven liever zelf met hun problemen en de dingen waar ze tegenaan lopen, dan dat ze hulp gaan vragen. En als je ook geen hulp vraagt, dan wil je ook niet dat er een netwerk is, et cetera. Dus daar begint het eigenlijk ook al. Ja, klopt. Maar wat Kunta zei, soms is het zeg maar ook lastig voor die jongeren om hulp. Ja. Dus dat wij zeg maar met z'n allen proactief zijn. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. En wat Kunta ook net benoemde, niet te veroordelen, vooral te luisteren. Want als je geen verbinding maakt, dan kan je iemand ook niet sturen. Dus dat moet eerst gebeuren, voordat je een richting of sturing kan geven. Ja. Dus dat vond ik een heel goed punt. Ja, en als we ook kijken naar het geweld, niet alleen maar wanneer er iets heeft plaatsgevonden. Precies. Maar juist van tevoren al dat contact aangaan. En ik wilde nog even wat zeggen over de LVB. Want heel vaak worden onze jongens ook als LVB, dan krijgen ze dat op een stempel opgeplakt. Maar als we denken aan bepaalde trauma's dat kinderen meemaken, daardoor wordt er ook een deel van de hersenen afgeknepen, waardoor ze niet helemaal hun volle potentie kunnen benutten. Dus dat moeten we ook rekening mee houden. Ja, en ik denk ook tegelijkertijd, want ik ben marketeer, ik ben heel veel met online marketing bezig. Ik heb wel eens contact met een aantal van die social media bedrijven. En ik stel wel eens een ingewikkelde vraag, en dat heeft me soms wel eens wel wat koop duur komen te staan. Ik zei, hoe kan het dat als ik op YouTube ga dat al de beelden worden geschermd. Alle pornografische beelden worden geschermd. Alles wat gebruikt met extreem geweld wordt geschermd. Maar waarom wel messen en excessief materialisme en conflict? Weet je? Want het is hebzucht en afgunst en conflict. Dat is eigenlijk het centrum. En wat het ook is dat er een hele hoop andere mensen zijn in die cultuur, ook onder de jong cultuur, die een heel ander beeld hebben. Maar die genereren die algoritmes niet. Die genereren die beelden ritmiek niet. Nee. Dus ik denk dat het belangrijk is dat wij als ouders, en dat ben ik ook aan het doen, ook een ander signaal geven, een tegensignaal. En ook die social media partij, ook YouTube, gewoon zeggen, jongens, hartstikke leuk, maar dat moet ik me gewoon niet meer uitzenden. Gaan mensen dood aan. Ja, dus een tegensignaal, maar echt een... Een tegensignaal wat werkt. En ik denk ook in Zuidoost, en dat is er heel veel discussie over, is gewoon camera plaatsen. Want wat de politie vaak gezegd is van, joh, als er iets gebeurd is, dan zijn de jongens die hebben gestoken onderling, zowel de slachtoffers, die gaan niet klikken. Maar als je beelden hebt, kan je een zaak starten. Weet je en het andere waar ik echt voor ben, is dat is wel erg misschien voor zo'n mensen religieus, is dienstplicht, niet militair, maar sociale dienstplicht. Want als je blijkbaar 's ochtends, als je opgroeit, die coaching mist die jouw bepaalde mores en discipline meegeeft. Dat krijg je. We kunnen niet zomaar een vader of een moeder toveren. Nee. Dus dan zou je voor een bepaalde groep jongeren toch een ander opvoedingstraject, alternatief heropvoedingstraject moeten ontwikkelen. En ik ben toch ook, misschien ben ik heel ouderwets, toch voor uniform op school.
Dat ze dan, ja. Weet je wat, dat merkbus, laat mensen een keer naar hun binnenste kijken. Dat zou moeilijk zijn om te implementeren, ja. Maar ik denk dat er wel veel stemmen voor zijn. Nou, misschien ook een combinatie van zaken. Dank je wel, want Rivelino, jij bent auteur van het boek Bloedband. Klopt. En daar heb je vele verhalen, hè? Deel je daarin. We hadden net al Waldi vertelde over de kracht van verhalen. Orville gaf het ook aan. Kan je ons kort vertellen wat je motivatie was om dit te schrijven? Ja, zeker. Zoals ik al eerder zei, ben ik in veel jeugdgevangenissen, gesloten jeugdinstellingen, zeg maar, te gast als rapdocent of als talentcoach. En wat me vaak opviel, zeg maar, als ik daar kwam, dat ik gewoon regelmatig een moeder tegenkwam of een broer of een zus van een vriend. En omdat ze jou zien als persoon die even niet binnen, zeg maar, het stramien valt van justitie en gevangenenbewaarders, zien ze jou als een luisterend oor. En ik kwam heel veel van hun verhalen, zeg maar, te weten te komen. En dat raakte mij, weet je wel. Omdat ik dacht van, wauw, ik wist nooit, zeg maar, dat een moeder of een broer of een zus door zoveel dingen heen moest gaan om bij een kind te komen. Alhoewel, als ik terugkijk naar mijn eigen verleden, weet ik het eigenlijk wel een beetje. Stiekem. Ja. Dus, want ik ben zelf natuurlijk ook gewoon aan die kant van de muur geweest of van de deur. En ik dacht van ja, eigenlijk verdienen hun verhalen ook, zeg maar, een spotlight. Podium, ja. Een podium, weet je. Want de media, ja, die focust zich toch op de dader of op het slachtoffer terecht natuurlijk. Maar ik denk als mensen, zeg maar, die verhalen ook te horen krijgen, dat ze, zeg maar, toch meer begrip zullen krijgen. Want vaak hangt er toch een beetje een sfeer van ja, je hebt vast meegeprofiteerd of nee, je bent een slechte opvoeder. Want kijk, je zoon zit daar of je dochter heeft dit gedaan. Terwijl ik denk als zij zich kunnen verplaatsen en zich gaan verdiepen erin, kunnen ze meer begrip krijgen. En misschien ook gewoon iets meer betekenen voor zo'n buurvrouw of een collega. In plaats van te veroordelen, maar gewoon open te staan van hey, kan ik wat voor je betekenen? Of kan ik je helpen met boodschappen of zoiets dergelijks? Dus dat is een beetje het idee erachter geweest. En, wat mooi, wat goed. En ik voel me vandaag net een soort Oprah, want ook iedereen krijgt het boek, mensen. Jullie krijgen allemaal, alle mensen die meegedaan hebben aan de talkshow, krijgen het boek van Jens en van Rivelino. Lesnie, kan je ons iets meegeven waarvan jij denkt van hey, dat is belangrijk om met deze jongeren te doen? Of een praktische tip of suggestie? Ik denk echt luisteren. Gewoon ze benaderen, vragen hoe gaat het met je? En niet opgeven bij goed. Nee, dus niet opgeven, goed luisteren. Gregory, wat kan jij ons meegeven als netwerkagent? Ik wil vooral meegeven, vooral aan ouders, veroordeel andere ouders ook niet. Creëer een veilig klimaat, ook voor binnen onze gemeenschap in Zuidoost. Zeg even onze, want ik voel me ook onderdeel van de gemeenschap van Zuidoost. Maar laten we vooral zorgen dat we onze jongeren ook de ruimte geven dat ze veilig kunnen praten over hun gevoelens, zonder een oordeel. En ook ouders onderling niet, want dan creëer je ruimte om te gaan praten over problemen. Veiligheid, heel belangrijk. En in contact met elkaar. Tot slot, Orville, jullie gaan een manifestatie samen met Marjan Duf. We zijn bezig, dat kan vanwege corona niet, maar nu de situatie versippelt, met ook met jongeren die het kunnen. Virgil Tevreden, dit is trouwens hele goede om uit te nodigen. Want die werkt Virgil Tevreden, ja. Die werkt echt day-to-day met zijn organisatie, met die jongeren. In Zuidoost, die echt ook in die gang zitten, et cetera. Maar we zijn dus nu aan het oriënteren om een manifestatie te organiseren. Kijk, het lastige is dat Black Lives Matter, wanneer een witte politieagent een zwarte jongen heeft doodgeschoten, dat zorgt dat iedereen op straat komt. Maar een zwart leven is blijkbaar minder waard. Wanneer we zelf schieten of steken, dan is het minder relevant. Dus wij moeten onszelf de mores ontwikkelen. Ja. Blijven de waarde van wie, niet de prijs, maar de waarde van wat we zijn. En wat ons leven waard is. En dat van onze buurman. Dat moeten we constant in beeld brengen. Ja. En daar zijn hele langdurige campagnes voor nodig. Daar is heel veel communicatie voor nodig. Ook op scholen en onderling. En ook, en dat zei toevallig iemand, een jongere zei, dat sommigen ook niet zo makkelijk te helpen zijn. Dat moet je op een gegeven moment ook openen. Accepteren. Je hebt veel meer professionals. Je hebt ook veel meer professionals nodig. Weet je, we kunnen niet alles. Nee. Maar wij kunnen wel als mannen en als jongens en als vrouwen een ander beeld en ook een negatief beeld afkeuren. We hebben Zwarte Piet weggewerkt, maar de zwarte overcriminele, onsympathieke, schietgrage, overmaterialistische zwarte man is net zo'n stereotype. Ja, wat heel schadelijk is voor onze kinderen. Ja,
Nou, dank je wel. En dat het gaat om onze hele community. Dat we met zeker de hele weten, community eraan werken. Zelf werk ik ook samen met het advocaat, Pentega-advocaat en Caroline. En zij ziet altijd verder dan het gedrag van haar cliënten. En dan zie je ook dat ze een heel bijzonder contact daardoor heeft. En dat betekent niet dat ze het goed praat, maar wel dat je die verbinding, dat je weer dat menselijke, zoals Jens ook aangaf, naar buiten brengt. Mag ik jullie bedanken? Yes. En ook jullie krijgen dus het boek. En je hebt hem al. Ik wilde hem van Rivelino. Nee, dit is mijn exemplaar. Straks krijg je die van Rivelino. Ja, we hebben veel met elkaar gesproken, gekeken, verschillende invalshoeken. Gregory, jij ook bedankt hoor. Jij krijgt het boek opgestuurd. Ja, ik heb hem al van... Oké. We hebben 20 besteld voor alle collega's op het bureau. Dus, super. Nou, maar bedankt voor je bijdrage ook, Gregory. Heel waardevol. We gaan nu luisteren naar een rap van een heel bijzonder persoon. Hij maakt het verschil doordat hij eerst zijn leven op een bepaalde manier invulde en op een gegeven moment kon hij van toegevoegde waarde zijn voor de jongeren, voor de zwarte jongens vooral, ook in Amsterdam Zuidoost. Giovanni Amsdorf. Ik ga je zien, al duurt het jaren of maanden. Je moeder deed niet zo toen we je aan het maken waren. Wat is veranderd dat jij er nu moet gaan onder lijden? Ik ben je papa, maar mijn gezag wil ze ondermijden. Tranen in mijn ogen, er loopt snot vanuit mijn neus. Want ik wil bij je zijn, maar je moeder maakt een botte keus. Hoeveel weeg je? Wat drink je wel, wat eet je niet? Als je het aan mij moet vragen, dan moet ik zeggen ik weet het niet. Nog meer snot uit mijn neus en ik wil het er niet afvegen. En mijn iPhone die wordt kletsnat door die tranenregen. Ik heb je nooit zien lachen, huilen of horen gillen. Ik heb je nooit te eten gegeven, verschoond of mogen tillen. Shit. Ik geef het toe, eerlijk, dat ik gebroken ben. Ik voel me levenloos, net alsof ik een dode ben. Maar ik bijt door de pijn heen en zorg dat ik sterker word. En ga niet in op je moeder, zodat het niet erger wordt. Want ooit ga je me spreken, maar dan wel een tijdje later. Wou nooit zo zijn, nu word ik als mijn eigen vader. En er was een tijd dat je mams en ik het leuk hadden. Uitgaan en lachen, in het deuk om elkaar schrappen. Dus ik snap niet dat ze zo doet. Alleen omdat ik niet met de praat. Maar ze moet zelf in kunnen zien dat het niet verder gaat. En de tijd staat stil, of tenminste, daar lijkt het op. Ik wil mijn agressie graag uiten, maar ik schrijf het op. En ik ben niet de enigste. We zijn er met zoveel. Want waarom wel met jou, maar kan ze nu niet met de vader spelen? Dat was een beetje van mijn pijn, die ik heb kunnen omzetten in kracht. Ik zie al mijn kinderen nu. Daarom die kracht die ik heb gekregen, die zet ik nu ook in om jongeren te helpen. Ik weet niet of ik iets tegen die jongeren mag zeggen van vader zijn. Ja toch, ik wil ze gewoon zeggen, het maakt niet uit of je met de moeder van je kind bent of niet. Wees er gewoon voor je kind. Hè. Dat is belangrijker dan alles wat je voor ze kan kopen, dan alle materialisme. Je weet toch, kinderen kijken naar je op. Zoontjes willen als jou zijn. Ik zie het bij mijn eigen zoon. Ik heb 4 kinderen, 2 zonen. En dochters die kijken voor hun zijn vaders gewoon een superheld. Je weet toch, dat kan niemand weghalen. Mijn dochter zei laatst tegen me, papa ik ben jarig, ik wil springkussens hebben. En ik weet je hebt geld. Ik vraag je nooit, maar ik weet het. Maar nu ga ik je vragen, je weet toch. Dus het gaat er gewoon om. Hun weten gewoon, je bent er en het is er. Je weet toch zelf, net als jullie spraken net over die Balenciagas. Mijn dochter zou dus, zij hoeft geen Balenciagas, maar ze weet ik kan het kopen puur omdat ik er... Ik ben er fysiek voor, ik laat er zien, ik kan het halen. Dus ze hoeft het niet. Je weet toch, het wordt moeilijker voor haar om haar hoofd gek te maken. Gewoon omdat je er bent als vader. Je weet, dus het maakt niet uit hoe de band met die moeder is of hoe dan ook. Wees gewoon een vader. Je weet toch, dan komt het 80% zeker goed met je kind. Super, dankjewel Giovanni Amsdorf. Ja, zonen van goede vaders worden vaders van goede zonen, zei Koente al tegen ons. Dit is alweer het einde van deze talkshow. Ik vond het super bijzonder, vooral dit thema en ook al die inzichten. En als we elkaar, met elkaar nou deze community vormen en dat we het ook duurzaam maken. Dus dat het niet eenmalig is, maar dat het gewoon voor een veel langere termijn. En dat willen we doen door middel van de intervisiebijeenkomsten.
Dinsdag 8 juni zal er in Nieuw-West een intervisiebijeenkomst zijn van 6 tot 9. Locatie Mannencentrum Daadkracht. En de intervisiebijeenkomst van Zuidoost is dinsdag 15 juni 2021. En daar horen jullie nog van waar de locatie is. Maar tijdens deze intervisiebijeenkomsten zal er een veilige sfeer gecreëerd worden, zodat er verhalen uitgewisseld kunnen worden. Zodat er geluisterd kan worden. Maar ook zal Glenn onder andere ook tools aanreiken die zo belangrijk zijn om die verbinding te maken met onze zonen. Want ik zeg onze zonen, want het is niet alleen maar, ik voel me gewoon verantwoordelijk ook voor de jongeren. Het zijn niet de jongeren daar die geweld plegen. Nee, het zijn onze jongeren die daarmee te maken krijgen. En als zij dat gevoel ook hebben, weet ik zeker dat we ze in beweging krijgen. Ik wil iedereen bedanken. De alliantiepartners, Emancipator, Daadkracht, Cupido, Verspace, Gouden Mannen. De locatie, Nieuw Metropolis Zuidoost, Pakhuis de Zwijger. Ik kan zo wel doorgaan. Ik wil jullie bedanken, alle kijkers die de tijd genomen hebben om hier aan deel te nemen ook. En natuurlijk al onze gasten. Ik sluit af met een Indisch gezegde. Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden, moet je ze vleugels geven. Onze kinderen van Zuidoost verdienen zowel wortels als vleugels. Dank jullie wel.